De Joodse Omroep. Met vandaag, ik lees de krant met een schaar. Een documentaire over Henriette Boas, de koningin van de ingezonden brief. Als er in haar ogen iets verkeerds in de krant stond over Joodse zaken of Israël, klom ze in haar pen. Ik heb niet meegemaakt, niet in mijn NIW-periode, maar ook niet in mijn Telegraafperiode en latere periodes, dat er iemand van het schrijven van ingezonde stukken zijn levenswerk heeft gemaakt. Dit jaartal is verkeerd, dit heeft die nooit zo gezegd. Dus dat voortdurend corrigeren van dingen, dat heeft ook een soort... als je speculeert kun je zeggen, daar is ook een enorme hang naar om het op die manier te beheersen. Al die zaken, en als je dan vooral over Joodse zaken... en in verband met de Tweede Wereldoorlog spreekt... al die zaken die eigenlijk tijdlang niet te overzien of te beheersen waren. Ik kon er de aanleg schrijven een stukje over Henriette Boas. En de eindredacteur reageerde... Oh, Jezus, als ik die naam... alleen al die naam hoor, krijg ik eczeem. Nou, en deze eindredacteur was niet de enige... Ja, een lastige mevrouw die vanuit een intellectuele hoogmoed... altijd met het rode potlood klaar zat om een storende fout... in je stuk onder je aandacht te brengen. Vaak ging het om absolute futiliteiten. En die over alles een mening placht te hebben. Je kan geen krant openslaan of geen tijdschrift openslaan... waar iets over Jodendom of over Israël in staat. Wat er net naast is, waarvan je denkt van... oh ja, daar zou Jetty een brief over geschreven hebben. En wat jammer nou dat dat niet meer gebeurt. Een goede ingezonden brief moet natuurlijk ter zake zijn. Liefst snel op het nieuws reageren. Of snel op het artikel in de krant of de kwestie waar de reactie op is. En aan die voorwaarden voldeed haar brieven vaak. Ze was er vaak als de kippen bij. Ze kon in Batuverdorp, waar ze woonde en waar ik ook woonde... vaak aangetroffen worden in de bibliotheek... waar ze aan de grote leestafel over de kranten gebogen zat. En dan, naar we later ontdekten, om daar vaak ook op te reageren. Boven heb ik ook enorm veel meer boeken, want hier heb ik van klein. Enorm veel meer nog dan wat hier al. Oh ja, dit is van kleinigheid. Oh. U lijkt zich nooit af te vragen wat het effect is op mensen van wat u zegt. Nee. Ik vind dat ik bepaalde dingen moet zeggen. Oh, vind ik een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ik heb grote waarheidsliefde. Nou, rechtvaardigheid en waarheidsliefde zijn eigenlijk het belangrijkste. Ik vond het stuk van Hans Knoop in de Telegraaf van vrijdag niet zo erg gelukkig. Zoals trouwens veel van wat Hans Knoop doet en schrijft. Hij is veel en veel te oppervlakkig... en doet de zaken die hij zegt voor te staan vaak meer kwaad dan goed. Ik was in het midden van de jaren 60 correspondent van De Telegraaf in Israël, deed het Midden-Oosten, heb de Zesdaagse Oorlog voor die krant en ook voor de Nederlandse radio toen gedaan.
En ja, ik ging toen ik weer terug in Nederland was natuurlijk heel veel naar Joodse en pro-Israëlische bijeenkomsten. En ja, daar kruiste zij mijn pad. Het was niet iemand die je gemakkelijk over het hoofd zag. Maar ja, sindsdien is zij de luis in mijn pels geweest. In die eerste jaren heb ik me echt helemaal te pletten gewerkt en ben naar alle vergaderingen van alle clubjes geweest die er maar waren. You name it, ik ging daar naartoe en Harriet de Boas was daar ook. Dus ik kende haar meer als iemand die tot het vaste publiek van alles hoorde. Zij zelf zegt dat we elkaar ontmoet hebben bij het Mentenproces. Ja, dat was, ging niet veel verder dan een handje geven. En ja, en ik vond haar toen nou niet zo dat ik dacht, daar ga ik koffie mee drinken. Ik wist ook helemaal niet dat zij niet zo snel bereid was om met iemand koffie te drinken. Ik vond het toch een beetje een ja, fanatieke zioniste. Maakt het de indruk soms verbeten te zijn. Wat ze volgens mij niet was, maar die indruk maakte ze wel. Maar ik denk dat er een aantal factoren waren. Ik denk haar sociale tekortkomingen. Ratsboom. Zeggen waar het op staat. En niet even wachten van, ja, is dit nou wel slim dat ik dat nu zeg? Ik denk dat ze niet veel van haar meningen opslokte. Ze wordt dan wel vaak hoedster van Joodse zaken genoemd, maar het was nou niet zo dat ze vanuit een parti pris andere Joden spaarde in haar kritiek. Integendeel, die kregen het hardst van langs altijd. Ik denk dat heel veel Joodse Nederlanders haar juist een soort pain in the ass vonden in werkelijkheid. Iemand die altijd weer het gemeenschapsgevoel moet verstoren door dan weer met die feiten aan te komen. Dus ik denk dat haar, zij was natuurlijk van nature de buitenstaande. Hier hebben we Henriette. Dit is ook even een mooie. Even er tussendoor. Ingezonden stuk 24 maart 2000. En het gaat over een bejaardenhuis. Het gaat over, ze heeft het over het geld ten aanzien van de verdeling van de 680 miljoen gulden. Wil ze een paar opmerkingen maken. En ze schrijft dan: zelf ben ik op het ogenblik voor herstel in Bet Shalom in Amsterdam Buitenveldert. En ik zie hier dat een Joods bejaardentehuis voorziet in een grote behoefte. En dan komt ze op de Indische Nederlanders. Met andere woorden, de Joden hebben genoeg geld. Of genoeg fondsen. En dan komt ze met het volgende, vind ik echt heel mooi. Premier Kok maakte het nieuws over de verdeling van het geld bekend op Purim. Een van de plichten met Purim is het geven van matanot le'evyonim. Geschenken voor de armen. Zou dit niet een mooie gedachte zijn op Purim? Ja. Dus ze was niet helemaal opgesloten in die Joodse wereld. Dat wil zeggen, vanuit haar Joodse wereld, ja, die Indische Nederlanders, daar moest het geld maar heen. Het is een typische exponent geweest, zo zag ik er altijd, van het vooroorlogse reactionaire Joodse intellectualisme. Iemand die vanuit een ivoren toren Joden en Jodendom bekeek als een soort intellectuele hobby. Jodendom betekende voor haar lid zijn van het Genootschap voor Joodse Wetenschap. Jodendom betekende voor haar niet een broodje eten bij Sal Meijer. Dat deed het plebs. Voor haar was Jodendom inherent aan intellectualisme. En dit is nog maar een kleine stukje. Is, nou ja, twee derde. Een derde is, nou, er zijn zo'n 5000 boeken geveild. Bij Burgersdijk in Leiden. Ja, ja, ja. En er zijn boeken naar de grootste Italianen gegaan en naar de Universiteit van Israël. En wat is de bedoeling van deze? Nou, de bedoeling is nu, dat zijn in ieder geval de laatste plannen, om het bij instituut Menashe ben Israël. Oh, ja. Ja. Voor de studenten. Voor de studenten, nou, ja. Dat is geweldig. Ja. Dat is gewoon een hele speciale vrouw. Een enorme, dat zie je toch in die boeken ook, wat ze verzamelde. Dat, ja, en of verzamelde. Je ziet toch dat ze, ja,
dat ze een hele aparte, speciale intelligentie had. Dat zie ik echt wel. Ik vond het altijd wel bijzonder dat, dat ze toch op 88ste, op de 87ste... dat ze dan toch met de tas onder de arm altijd toch met de trein overal naartoe ging. Dan was ik op zaterdagmorgen bij haar. Dan zet ik haar af bij de bibliotheek in Osdorp. En nou, dan ging ze daar nog een paar uur kranten lezen. Nou, moest ik op haar wachten? Nee, dat hoefde precies niet. Ze ging wel alleen terug. Dat is, ja, zo was zij. Heel erg zelfstandig, tot op het laatst toe. Nu komen we aan een stuk van de straat dat ik het beste ken, natuurlijk. En dit is nummer 31. Daar hebben mijn ouders dus eerst gewoond en in het bovenhuis. En daar zijn we allemaal geboren. De gezinnen in deze straat hadden twee kinderen. Hadden één kind of twee kinderen. En vier was eigenlijk een uitzondering. Maar later werd het huis een beetje klein voor vier kinderen. En toen zijn we dus naar nummer 35 gegaan. Mijn vader gaf les op de eerste etage waar dat balkon is. Hij leidde op voor het staatsexamen. En een verhaal gaat dat toen ik 2 jaar was of zo, dan kwam ik binnen op de arm van mijn moeder, terwijl mijn vader dus les gaf. Mijn moeder bracht hem een kopje thee. En dan zei mijn vader of mijn moeder, waar staat Homerus? En dan zei ik, daar. En waar staat dat? En dan wees ik dat aan. En nou, die leerlingen die vonden dat allemaal geweldig. Dus ik ben opgegroeid met al die namen en al die boeken. Ja. Mijn ouders waren bijzonder trots dat zij zo intelligent was en zoveel wist. Dat overal, ook toen ze naar de Joodse school ging, dat ze daar ook uitblonk. Ze blonk overal uit. Doordat die vier kinderen zo vlug achter elkaar geboren zijn, en is zij als kind veel bij een van haar oma's geweest. En die oma die heeft er natuurlijk heel veel van wend. En dat heeft natuurlijk ook wel een indruk gemaakt, waardoor ook de moeilijke verhoudingen ontstaan zijn. Ze beheerste wel het huis. En zo wou ze dus niet en dit deed ze niet. Bijvoorbeeld, ze was wel een buitenbeentje. Want als we op zondag de dienstmeisje vakantie had, dan moest er worden afgewassen 's avonds. En dat hoefde zij niet te doen. Maar, en mijn broers wilden ook niet. Maar wie moest dan helpen afwassen? Het was natuurlijk ik. Dus ze werd wel beschouwd als iemand die dat niet nodig had. Sal heeft mij dus wel eens verteld. Ze waren allebei op het balletgymnasium. En dan kwamen ze naar huis met een rapport. En kwamen allebei heel trots met hun rapport aan. Met allemaal vijven, wat toen het hoogste was. En dan zei mijn schoonvader, nou, dat is zo prachtig, dat heeft Sal me dus verteld. Prachtig rapport wat jij hebt en dat vertelde niet iedereen. Jetty had zulke mooie cijfers en was de beste van de klas. En dan kwam Sal met zijn rapport erachteraan en dat zag er ongeveer net zo uit. En misschien voor talen ietsje minder. En dan zei hij, nou, hier is mijn rapport. Oh, dat is mooi, dat is goed, dank je wel. En dan werd het getekend. Dat was dus, ze werd opgehemeld. Thank you.
Henriette Boers vanaf de eerste dag dat ik naar het balletgymnasium ging. Toen liep ik een eind achter een meisje waarvan ze zeiden dat dat het knapste kind was, knapste leerling was van de hele school. Ik heb klassieke talen gestudeerd, wat zij ook gestudeerd heeft. En ik herinner me ook een les van een professor. En daar werd een vraag gesteld waarop de professor zei: juffrouw Boers, wilt u die vraagstellerster beantwoorden? Waaruit blijkt, laten we zeggen, de waardering die die professor had voor haar. En ik herinner me dus ook nog dat zij gepromoveerd is, cum laude gepromoveerd is. En op een proefschrift voor Virgilius. En dat was in de aula in de Universiteit van Amsterdam. En die was propvol. Zodat ik toen van begin af aan al gedacht heb dat is een meisje met een hoge intelligentie. Ik was op school de knapste leerling van de klas altijd. Het was al heel lang duidelijk dat ik naar het gymnasium zou gaan. Want ik was verreweg de knapste, verreweg de intellectueelste. Nu was ik op een meisjesschool. En daar werd dus ook handenarbeid gedaan. We zeggen handwerken gedaan. Nou, en dat deed ik niet erg goed. Maar ik las bijzonder goed voor. En dan, toen zeiden ze al van, ik weet niet meer in welke klas, dat ik niet hoefde te handwerken, want ik ging toch naar het gymnasium. Maar ik mocht dan altijd voorlezen, terwijl de andere kinderen, andere meisjes, handwerkten. Dus ik heb nooit goed handwerken geleerd. We zijn natuurlijk wel enigszins intellectualistisch opgevoed. En dat wetenschap en intellect, dat was wel erg belangrijk. En we zijn dus minder op wereldse zaken gericht geweest. Mijn vader die gaf de hele dag les, maar 's avonds dan zette hij zich aan het werk om artikelen te schrijven en bepaalde dingen te onderzoeken. En dan leefde hij eigenlijk helemaal voor de wetenschap. Dit is uw vader ook, hè, jullie? Ja. Hij is nooit hoogleraar geworden. Nee, dat is het juist. Hij is een paar keer gepasseerd als hoogleraar. Het heeft hem toch verbitterd, in zekere zin. Op mij heeft het in zoverre een stempel gedrukt. Dat ik had ook bepaalde dingen willen bereiken, die heb ik ook niet bereikt. En toen ben ik nooit verbitterd geworden, maar dan ben ik iets anders gaan doen. Mm-hmm. Want ik dacht, dat moet ik niet doen, want dan word ik... Dan verknoei ik eigenlijk mijn hele leven. Mijn beste vriendin in de eerste klasse van het gymnasium was iemand die later ook een heel bekend schrijfster is geworden, of een vrij bekend schrijfster, Elisabeth Kezing. En zij had altijd ook hoge cijfers voor opstellen, maar zij schreef heel anders dan ik, want zij had een grote fantasie. En ik heb eigenlijk geen fantasie, maar ik formuleerde dingen veel beter. En ze heeft later eens een roman geschreven, nee, een autobiografie geschreven. Dat heet Been op de muur of zoiets. En toen heb ik het gelezen en toen zei ik, ja, maar wat je vertelt klopt toch helemaal niet daar en daarover. Ik heb het ook meegemaakt. Toen zei ze, ja, maar dit is ook geen autobiografie, dat is een vie romancier. En dat zou ik nooit kunnen doen, want ik vind de dingen moeten kloppen. Ja, dat zegt de voeten uit. Precies, dingen moeten kloppen. Ook een beetje dat oud-gymnasiale van iemand herinneren of iemand nog hoge cijfers had. Ook dat een beetje kleinburgerlijke van die was goed op school of die had hoge cijfers. Daar ook een beetje tegen opkijken. En dat dodelijke, dat zat in die brieven natuurlijk ook vaak. Ze was nooit vals of gemeen in die brieven, althans niet openlijk of hetzerig of honend. Die brieven waren eigenlijk altijd keurige, ogenschijnlijk keurige correcties. Maar door de formulering zat er vaak wel een soort. Was het toch, dat vond ik eigenlijk, als ik nu eraan denk, vind ik dat ook wel weer. Ik herken dat ook wel. Dat ze dan de titel van dat boek van Elisabeth Kezing niet meer weet. Dit weet ze natuurlijk wel, want ze weet al dat soort dingen onthoudt ze uit. Maar dus dat heeft ook eens iets licht dedaigneus. Dus het feit dat iemand een rijke fantasie heeft, is ook helemaal geen kwaliteit. Dat lijkt wel zoals ze het formuleert, maar ze bedoelt het helemaal niet.
Ik formuleer de dingen veel beter. Ze is ook wat dat betreft, slaat ze even de spijker er wel even heel erg met ferme klappen in. Alleen in de wijnrepzaak heeft zij het gebracht van ingezonde stukkenschrijfster tot belangrijk participant in de discussie. Voor het eerst was zij doorgedrongen tot het establishment. En in plaats van een giftige ingezonde stukkenschrijfster was zij een belangrijke persoon geworden in de discussie. Dat is nummer 1. En daar heeft dus in 1942, toen Wijnrep met zijn lijsten begon, heeft hij ook mensen gekeurd. Hield hij één keer in de week of één keer in de 14 dagen, hield hij daar een zitting. Want hij zei dat het nodig was om de mensen te keuren. Wat natuurlijk onzin was, want die lijsten, dat gaf helemaal niets of die mensen wel of niet gekeurd werden. En die lijsten bestonden helemaal niet. Het ging over de vraag of Wijnrep een collaborateur dan wel een verzetsheld was geweest. Wijnrep, een Oost-Europese Jood wonend in Scheveningen, die gefingeerde lijsten had waarop je als Jood je kon laten inschrijven en waarvan de belofte zou zijn dat je dan niet gedeporteerd zou worden, maar op een bepaald moment met een trein naar Portugal zou kunnen ontkomen. Wijnrep vroeg om op die lijst te komen aan mensen vaak geld. En hij placht ook vrouwen gynaecologisch te onderzoeken alvorens je op die lijst kwam. Want hij gaf zich veelal ten onrechte, valselijk dus, uit als arts. En hij zei dus vaak dat medische onderzoeken noodzakelijk waren om te kunnen emigreren en dat hij zelf die onderzoeken uitvoerde. Dit is de NPS op Radio 1. Rechtstreeks vanuit Amsterdam, de tafel van Pam. Goedemiddag. Vandaag gaan we het gedurende het gehele uur hebben over een figuur die vele jaren het debat in Nederland heeft beheerst. En ik bedoel dan de figuur van Friedrich Wijnrep, over wie kort geleden een omvangrijke studie is geschreven, getiteld Een fantast schrijft geschiedenis. De auteur van deze studie, van dit proefschrift ook, is hier aanwezig. Dr. Regina Grüter. Deel 1 van Wijnreps memoires kwamen uit in mei 1969. Dat veroorzaakte direct al commotie. Daarna werd het wat rustiger. Maar toen deel 2 en 3 in november van datzelfde jaar uitkwamen, toen was er nog meer commotie eigenlijk. Min of meer door het nawoord van Aad Nuis. Hij betoogde dat de naoorlogse veroordeling ten onrechte was geweest. Dit had politieke vragen in de Tweede Kamer tot gevolg. En daardoor heeft het RIOT van toenmalige minister van Justitie de opdracht gekregen om een onderzoek te doen. En dat onderzoek dat is ter hand genomen door Van der Leeuw hier van het instituut en een jurist. Nou, en dat heeft heel lang geduurd. Henriette Boas was absoluut niet gecharmeerd van Wijnrep en van zijn verhalen. Ze trad echt op namens zichzelf. Zeer geachte heer Van der Leeuw. De voornaamste reden dat ik u schrijf is dat ik gisteravond een onderhoud heb gehad met mevrouw J. Kalker Prins, de weduwe van de arts J. Kalker, die in juli 1943 enkele dagen samen met Wijnrep in een cel in Scheveningen heeft gezeten. Je ziet dus dat Henriette Boas regelmatig met mensen sprak en erop uitging, maar ook door mensen benaderd werd met allerlei feitelijkheden toch wel het verhaal van Wijnrep zelf in zijn memoires tegenspraken. En dan had ze gesprekken met die mensen en dan zo heeft ze toch best wel veel kennis opgebouwd.
En dat speelden ze toch ook wel door aan Van der Leeuwen en Giel T. Vet. Ik stond zelf aan de, helemaal in het begin aan de pro-Weinrep kant. Ik ben de eerste geweest die Weinrep ging opzoeken om hem te interviewen. Ik ben mede door haar stukken, mede, natuurlijk toch wel gaan twijfelen aan Weinrep. Want ze heeft zich in die Weinrep-affaire ook niet populair gemaakt. De Weinrebianen, ja, die hebben haar natuurlijk ook op alle mogelijke manieren geprobeerd zwart te maken en haar belasterd en achter haar rug wat nooit op papier gekomen is. Dat vreselijke wijf en dat mensje en dat heksje en dit en dat, die dingen hoorde je in Amsterdam wel. De conclusies van het rapport waren toch ook heel duidelijk. En ook daarna zijn er geen nieuwe inzichten en nieuwe feiten naar voren gekomen waaruit je kan concluderen dat de conclusies van het Weinrep-rapport onjuist zijn. Dus je kunt wel zeggen dat Henriette Boas behoorlijk gelijk had. Ja, zij was ook een verdediger van de waarheid. En als hier een Jood de schurkenrol speelde, dan moest dat ook gezegd worden. Lagere school en later het gymnasium hadden een veel grotere invloed op mij dan de Joodse cultuur. Later hebben we dus Joodse les gehad op de Dufay-school. En dat heeft een bijzonder grote invloed op ons gehad. We waren niet religieus, maar we hadden een kosere huishouding. Mijn moeder kwam uit een vroom gezin. Maar mijn vader was volkomen liberaal. En hij gaf ook op Shabbat les. En verder deden we er niet veel aan. Tot wij zionistisch waren. Je wilde toch meer bewust Jood zijn. En je wilde toch ook meer van de Joodse cultuur weten. En je voelde je toch, ook op het gymnasium, het was geen antisemitisme zozeer, maar je voelde je toch, en er waren veel Joodse leerlingen op het gymnasium, ik denk wel 25%, maar je voelde je toch meer thuis in een zekere intellectuele Joodse kring dan in een niet-Joodse kring. We merkten toch dat we anders waren. We gingen naar de kampen van de Joodse Jeugdfederatie. Jetty was ook eens een keer leidster. Maar dat beviel er helemaal niet. Toen is ze in het midden teruggegaan. In het midden van het kamp teruggegaan. Ze was uitzonderlijk. En ze ging haar eigen weg. En zo'n meisjeskamp, ja, dat was eigenlijk niets voor haar. Dan kon ze haar tijd beter besteden. Gaat hij niet open? Oh, dames, wij helemaal overal, boven is er ook bij. Ja. Goed zo. Ja, dan gaan we naar binnen. Wat is nou, zou je kunnen zeggen, uw concept van Jood zijn? Wil je verbonden voelen met het Joodse verleden en met de Joodse toekomst. Dus ook met de Joodse godsdienst. Hoewel ik niet uitgesproken orthodox ben. Maar u gaat wel altijd naar de orthodoxe. Ja. Waarom dan toch de keuze om daar altijd naartoe te gaan? Om gevoel voor traditie, waarschijnlijk. Dat is toch de echte Joodse gemeente. En bovendien, die liberaal-Joodse gemeente, dat is eigenlijk een kleine
groep, een kleine secte, zou je zeggen, een kleine vriendenkring. Mm-hmm. Ik zou er absoluut niet bij passen. De oorlog is in 1939 uitgebroken. En toen had ze een stipendium voor Frankrijk. En mijn vader was er heel tegen dat ze daarheen zou, dat ze naar Parijs zou gaan. Omdat hij zei, in de oorlog gaat men niet naar een vreemd land. Maar ze is toch gegaan en daardoor is ze gered. En toen ben ik, toen de Duitsers dichterbij kwamen in Parijs, ben ik ontsnapt, kan ik beter zeggen, naar Bordeaux. En toen via Bordeaux ben ik in Engeland terechtgekomen. U bent daar uiteindelijk bij de Nederlandse sectie van de BBC beland. Ja. En u bent daar eerst omroepster. Nou, ik was voornamelijk vertaalster. Vertalen, vooral 's avonds laat en 's ochtends vroeg, riep ik ook om. En we konden dat in Israël horen. We kochten toen zelf, wat een heel bijzonderheid was, een kleine radio. Dat hadden we nog niet. En ik zei de kinderen door de Yeti, door Fekket Allah Delet. Dat ging dan zo toem 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 toem, zo was dat teken van de Nederlandse radio. Uw vader overleed in 1941. Ja, dat heb ik toen een week of vier daarna heb ik dat gehoord. En mijn moeder en mijn andere broer die toen getrouwd was, die stonden later op die Theresienstadlijst, op de Barneveldlijst. U hoorde ondertussen ook al berichten over de gruwelen in andere kampen. Wist u van een goede... Nee, ik wist dat eigenlijk niet. Hoe erg dat was, dat wisten we. Dat hebben we dus eigenlijk pas na de oorlog gehoord. Ja. Ik weet wel, er was toen in Londen een film te zien over Belsenberg. En daar ben ik niet naar gaan kijken, want ik wou het absoluut niet zien. Ja. Ik kan daar niet tegen, dus ik wou het absoluut niet zien. 5 mei, 8 uur 's morgens. Om 8 uur vanochtend 5 mei, om 8 uur vandaag is heel Holland weer vrij. Ik lig wakker en tel de uren. Met in mij tintelend blij het refrein dat Holland straks weer geheel vrij zal zijn. Ik ben uit Londen, na de bevrijding ben ik terug geweest voor een kort bezoek. En wat vertelde uw moeder toen? Oh, vertelde niet zoveel. Dat was niet zo erg interessant allemaal. U bent een jaar of 4 in Israël geweest. Ja. Ik heb begrepen dat u er lange tijd heeft gewerkt als correspondent van het Handelsblad. Onder andere, ja. Wat deed u er nog meer? Ik was daar ook wel bij de Jerusalem Post, daar werkte ik ook. Henrietta was already an institution, but she wasn't actually on the staff. She was a contributor, a regular contributor. And afterwards, she sort of made herself our correspondent in Amsterdam. We would never have sent a correspondent to be in Amsterdam. We couldn't afford it, and we weren't all that interested. But Henrietta was there, and she kept herself busy and kept sending us material that we were able to use. Ik verdiende dus weinig. En ik had tenslotte geen vak. Hmm. Ik had klassieke letteren gestudeerd, maar dat wordt daar bijna niet gegeven. Hmm. Er was toen nog heel weinig werkgelegenheid. Dat is later wel gekomen, maar in het begin was dat niet zo. Maar het was hier geen plaats voor haar. Haar type was niet in Holland, in het kleine Jeruzalem, kon ze haar weg niet vinden. Omdat, ze was zo buitennissig. Maar in Holland is dat minder opvallend. Is
dit huis in die zin ook niet een klein stukje Israël? Ja, dat is het eigenlijk wel, ja. Is zoiets niet een klein beetje een soort van verdriet in je leven? Dat je daar niet, uiteindelijk niet, daar je plek hebt gevonden? Ja, dat was in het begin was dat heel sterk. En toen langzamerhand kwam ik tot het idee dat ik hier toch nuttiger kon zijn dan daar. Attached a copy of my reaction to the scandalous comment by Hans Knoop in this week's Anyway. I really don't understand that they publish such dangerous nonsense. Yours sincerely, Henriette Boas. Ik vind dat van een klikspaangehalte waar ik eerlijk gezegd niet goed van word. Wist u dat? Nee. Dat zij wekelijks een brief schreef aan de Israëlische ambassade? Nee, ik wist wel dat zij, zoal niet wekelijks, dan toch zeker dagelijks brieven schreef. Maar niet dat zij als een soort van onbezoldigd spion Joodse journalisten aangaf. Want een ander woord kan ik er niet voor gebruiken. Als zijnde onbetrouwbaar bij de Israëlische ambassade. Ik vind het helemaal niet klikspaander, want kijk eens. Zij was pro-Israël, niet kritiekloos, maar zij was pro-Israël. Er is hier een Israëlische ambassade die opkomt voor de belangen van Israël. Niet van Bulgarije en ook niet van Finland, die zitten voor Israël. Nou, dat een Zionist, een aanhangster van de staat Israël, wat zij altijd heeft ze nooit verzwegen, dat die daar een dag of 5 uur in de week daar rapporten maakt. De normaalste zaak van de wereld. Ik denk dat het in haar geval te maken heeft met het gevoel dat ze een taak had om de Joodse zaak te beschermen, te verdedigen, voor het voetlicht te brengen. Aan de andere kant moet ik zeggen dat als ik aan haar terugdenk, toch het gevoel overheerst dat ik ook heel veel aan haar verschuldigd ben geweest. Zonder haar zou er geen Mentenaffaire zijn geweest. Heden lezen wij in de kranten verhalen over de afschuwelijke dingen die de oorlogsmisdadiger uit Limburg zou hebben gepleegd. Meneer de voorzitter, dat werpt ook de vraag op waarom de man niet in de gaten is gehouden. Het is niet gelukt om Mende te arresteren. Dat is de uitkomst van wat men noemt voorzichtigheid. Het onderzoek is naar de mening van de VVD te laks geweest. De hele gang van zaken is voor Nederland beschamend. Ja, het is denk ik een van de meest geruchtmakende zaken na de oorlog überhaupt geweest. Daar heeft eigenlijk het hele Nederlandse volk mee meegeleefd. Uiteraard zou die publicatie en die hele reeks van publicaties niet tot stand zijn gekomen zonder Henriette Boas. Henriette Boas belde mij in het voorjaar van 1976 op. Ze had iets bijzonders te vertellen. En daar vertelde ze mij dat in de Telegraaf de zaterdag ervoor een groot interview had gestaan met ene Pieter Menten, die aankondigde dat hij zijn kunstcollectie zou gaan veilen bij het veilinghuis Mak van Waai. En zij wilde mij de tip geven dat die kunst bijna allemaal afkomstig was van roof uit Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen. En vroeg mij dus om daarin te duiken. Haar mededeling aan mij berustte op informatie die zij hadden van een Israëlische journalist, journalist van Haaretz, Gabief Kanaan. Gabief Kanaan die kent Mente al van voor de oorlog toen beide in Polen woonden. En Kanaan leefde in de overtuiging dat Menten in de oorlog een aanzienlijk deel van zijn familie had vermoord. En die heeft na de oorlog aan Henriette Boas toen een soort van standing order gegeven. Wanneer jij ook ooit maar iets leest of hoort over Menten, trek dan aan de bel. Donderdagavond, jongstleden, heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam besloten dat de verdachte spoedig diende te worden gearresteerd.
Hij was toen op dat moment gevlogen, dus die arrestatie is mislukt. En na zijn mislukte arrestatie heb ik hem toen een kleine 2 weken later opgespoord, teruggevonden in Zwitserland, later uitgeleverd naar Nederland. Het feit was dat die eerste publicatie waarin die veiling aangekondigd werd in de Telegraaf gestaan heeft. Daarin verscheen een interview met Mente. Zou die eerste publicatie in een andere krant gestaan hebben, dan zou ze waarschijnlijk mij niet gebeld hebben. Maar dan zou ze een bevriende journalist werkzaam bij die krant hebben gebeld. Het is dus een toeval geweest. Hier heeft in ieder geval nooit enige kritische kanttekening of ingezonden brief van Harriet de Boers mij over bereikt. Als ik met haar sprak of als ze me belde, dan was ze altijd, een lyrisch enthousiast over de manier waarop we die zaak aanpakten. Ik geloof het wel dat je zelf moet onderzoeken hoe de dingen in elkaar zitten. En niet alles maar voor een zoete koek aannemen. Dat je dus een zeker historisch nieuwsgierigheid moet hebben. En een nieuwsgierigheid in het algemeen. Nieuwsgierigheid in de goede zin van het woord. Ik kende haar omdat ik in de jaren 70 een jaar Grieks van haar heb gehad. Zij als lerares in het Haarlemmeer, op het Haarlemmeer Museum. Iedere leerling heeft herinnering aan excentrieke leraren. Maar Harriet de Boers was wel een uitzonderlijk excentriek iemand. Ze had een klein transistorradiootje en dat ging dan eigenlijk onmiddellijk, als wij aan het werk waren, tegen de oor. En dan op een gegeven moment dan slaakte ze een kreet. Oh, oh, oh. En dan nog een keer, juffrouw Boas, ja, 30 doden. Er was nog een aanslag geweest, of misschien nog ook een vliegtuig. Het was niet specifiek, hoor. En ook als je in het ziekenhuis kwam, ook, hè, dan was ze half dood. Of net weer van de dood gered, doordat ze er weer wat voedsel in hadden gestopt. In dit volstrekt ondervoede typje. En dan het eerste wat ze dan vroeg was, dan sluimerde ze ogen dicht en dan werd ze wakker en dan zei ze, wat is het nieuws? En als ze niet naar het transistorradiootje luisterde, dan was ze eigenlijk bezig met het verzamelen van stukken uit kranten en tijdschriften die ze mee had genomen in de les. En dan zat ze eindeloos te scheuren. En ik herinner me nog heel goed dat zo'n muisstil klaslokaal, waar je met z'n vijven zat iets heel saais zat te vertalen. En dat je alleen dat soort hoorde. En dan scheurde ze zo die krantenstukken uit. Ze kreeg de kranten en het eerste wat ze deed is eigenlijk alle overtollige advertenties, die gooide ze weg, die knipte ze uit en daar bleef dus maar een beperkt gedeelte wat interessant is bleef over. Ze zei ook altijd, ik lees de krant met een schaar. Ja, dat deed ze ook. Ze las de krant met een schaar. En dacht ze, oh, dat interesseert die. En dan stuurde ze naar alle mogelijke mensen ook uitknipsels. Oh, dat heb ik aan die gestuurd. Ze zei, dat vinden ze zo aardig, dat ze aan hun gedacht had. En dan lag zo'n hele ziekenhuiskamer, die lag vol met knipsels. Nou, dan zei ik van, wat zullen we gaan doen? Ja, dan lees me dat knipsel, maar dan moest ik een of ander interview van Amos Os voorlezen of zo, weet je. Want ze moest weten wat er dan in stond. Ik denk dat het voor haar de manier was om haar identiteit in stand te houden. En ik denk ook dat het voor haar de manier was om überhaupt nog een relatie met mensen te hebben. Want daarzonder was er niks. Ze had geen familie, ze had geen lover. Ze heeft één grote liefde gehad. Niemand weet wie dat is geweest. Althans, de mensen die het weten, die houden hun kaken sterk op elkaar geklemd. Waarom, weet ik niet. Maar, en die man is vermoord en that's it. Ja, dat heeft ze ook gehad, maar is niet doorgegaan. En misschien, ik geloof niet dat ze
bereid zou zijn. Een huwelijk is iets van geven en nemen. Dat ze dat zou kunnen volhouden. Ze kreeg liefdesbrieven van hem. En die liefdesbrieven die stak ze tussen de spiegel. Dat we hem vooral allemaal moesten lezen. Ik heb nog nooit een blik ingeslagen. Want dat dacht ik niet aan natuurlijk. Dat deden we niet. Uw broer zei tegen me dat u voor de oorlog één liefde heeft gekend. Ja? Eén grote liefde, wie was dat dan? Wat was het voor iemand? Het was de studenten bij de klas, maar ik zal één voorbeeld nemen. Ja. Dus we hadden het er dan wel over ons toekomstige huis. Mm-hmm. En dan zei ik, waar is mijn studeerkamer? En die zei, nee, waarom moet jij een studeerkamer hebben? Nee, dat was het. Toen zei, je kan toch bij mij zitten als ik... Ik zeg, nee, ik moet een eigen kamer hebben. Dus dat was het eigenlijk. U bent een solo-gangster. Ja. Nou, ik vind dat ik gelijk heb vaak. En dat ik dan niet iets moet doen wat ik vind wat... Geen compromissen. Maar geen compromissen en niet iets wat niet bij me past. En de poes? Oh, de poes houdt van me, hè? Kijk eens. Bent u niet getrouwd met de Joodse zaak? Ja, in zekere zin wel. En dat is een liefde voor het leven? Ja. Een van haar laatste brieven gaat over de Joodse Amerikaan in Den Haag... die aangevallen zou zijn door Marokkaanse jongeren. En die toen zei, ik ga asiel aanvragen in Israël, want het is niet meer leefbaar. Nou, dan krijg je nog een heel moeizaam getypte brief. Ja, je hoeft helemaal als Jood geen asiel aan te vragen in Israël. Dus, met zo'n hint, wat klopte van het rest van het verhaal? Nou, die man bleek opeens verdwenen. Dat hele verhaal bleek niet te klopt hebben. Dus ze had een heel goed instinct voor dat soort dingen. En het aardige is... En dat vind ik altijd intrigerend in mijn herinnering aan haar... is dat ze natuurlijk één keer zich ook heeft mee laten slepen met emoties. En dat is een keer geweest tijdens de nasleep van het drama... rond de opvoeringen van het stuk van Fassbinder, Stad te vuil en de dood. Dat was eigenlijk totaal atypisch voor iemand als Boas. Omdat zij altijd eerst zou moeten kijken wat er feitelijk aan de hand was. Hij zuigt ons uit, de Jood... drinkt ons bloed, maakt dat we ongelijk hebben... omdat hij Jood is en wij de schuld dragen. Was hij gebleven waar hij vandaan kwam? Of hadden ze hem vergast? Dan had ik nu beter kunnen slapen. Wat het was een eindexamen. Het was een eindexamenproductie. Het was een gratis toneelstukje waar je wat acteurs voor probeert bij elkaar te scharrelen. De hoofdrol gaat over een man die heel Frankfurt volzet met wolkenkrabbers. Ja. Het stuk behelst eigenlijk de gedachte dat hij dat kon doen omdat hij Joods was. De rol van de rijke Jood met alle stereotypen daarvan wordt naar mijn weet vertolkt door Albert Blitz, die van Joodse afkomst is en juist daarom voor die rol werd aangezocht. De reden kan moeilijk geweest zijn dat hij zo'n befaamd acteur is. Ze wordt emotioneel, dat is duidelijk. De reden kan moeilijk geweest zijn dat hij zo'n befaamd acteur is. Dat is natuurlijk... Natuurlijk ben ik geen befaamd acteur. Maar ze gaat daar heel erg... Het is net een streepje meer dan nodig is natuurlijk. Ik heb het trouwens voor het eerst gezien op een toen ik de film van de Miranda had ingesproken. En toen was er een bijeenkomst. En daar was ik dus als de acteur Albert Blitz. En daar zat, liep iemand als we daar met... Ik denk, wat moet dat vrouwtje toch naar me loeren? En toen dacht ik, shit, dat is Henriette Boas. De Amsterdamse acteur die afgelopen woensdagavond in België werd ontvoerd... is het slachtoffer geweest van een groep die zich noemt... de Nederlandse Fascisten Jongerenorganisatie. Croiset was de afgelopen weken betrokken bij de protesten... tegen de opvoering van Fassbinder's theaterstuk Het Vuil, de Stad en de Dood.
onder de kop Rotterdam, vuilnis en de dood, verscheen in het blad Haaretz een artikel dat de vaststelling dat over Nederland nu een golf van antisemitisme gaat tot uitgangspunt heeft. In dit artikel van de hand van Henriette Boas, de Nederlandse correspondente van dit invloedrijke Israëlische ochtendblad, wordt de conclusie getrokken dat deze antisemitische uitbarsting heviger is dan wat zich de afgelopen 40 jaar heeft voorgedaan. Dat is dus een citaat. Nee, natuurlijk niet. Die golf van antisemitisme was er ook helemaal niet. Dat was alleen de... Wij hadden 7 bommeldingen bij die voorstelling. Die waren van Jules Croizet. De acteur Jules Croizet heeft het hele verhaal dat hij op 2 december in België ontvoerd was door fascisten verzonnen. Croizet heeft het vandaag toegegeven bij de Belgische politie. איני מכחישה שככלות הכל גל האנטישמיות התגלה כחזק הרבה פחות מכפי שיהודים רבים וגם אחרים חשבו. בסיכום, אולי קיימת מעט מאוד אנטישמיות בהולנד כיום, וכמובן אין לזהות אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות עם אנטישמיות, אך אפילו קדוש יכול היה להפך לאנטי-ישראלי, ואולי אפילו לאנטישמי בעקבות הפרסומים באמצעי התקשורת ההולנדים על ישראל. כשבעצם נעשה כאן ניצול בפרשת פסבינדר, לערבב בין הדברים. עד כדי כך שהאדווה האנטישמית הסתירה, האדווה שעליה היא דיברה בעצם הסתירה מערבולת אנטישמית מתחת לפני השטח שמעולם לא נרגע. Is verdwenen. Wat doe je naar huis? Hij is helemaal verstreken. Ze is 2 keer heel erg ziek geweest. Toen de band sterker geworden is. Dat het toch min of meer was dat de familie haar min of meer in de steek liet. Of liet darren. Ik denk dat dat wel de... Ja, dat wij dan dat niet gedaan hebben. Ik weet het niet. Ik geloof, ze was altijd eigenlijk alleen. Ze woonde alleen. Er kwam nooit iemand bij haar. Ze kon toch eigenlijk nooit iemand ontvangen in die kamer waar zo... Overal waar ze woonde was een verschrikkelijke rommel. We hadden eigenlijk allemaal in de familie, in de directe familie, altijd veel aanmerkingen op haar. En in hoeverre ze zich dat aangetrokken heeft, weet ik ook niet. Maar dat is natuurlijk toch wel... Dat komt ook doordat ze zo een gesloten vrouw eigenlijk was... voor alles wat zichzelf betrof. Dus het was in die laatste... Het laatste jaar van haar krakkemikkige periode. Ja, nee, wat ze nu had meegemaakt... Daar was... Ze had boodschappen had ze gedaan. En daar was een mevrouw of meneer, dat weet ik niet, had gezegd... Mevrouw, zal ik uw tas eens dragen naar huis? Het was een telefoongesprek. Toen zei ik, maar wat is daar bijzonder aan? Ja, dat er zulke aardige mensen waren. Dat vond ik een zeer pijnlijke opmerking, pijnlijk voor haar. Als ik kwam, vond ze het fantastisch. Als iemand anders een bloemen had meegenomen, vond ze het fantastisch, weet je. Dus... Die is heel aardig, zei ze dan. Ja, heel aardig, ja. Ze heeft toch in de universitaire wereld geen kans gekregen. Ze heeft me ook geschreven dat ze heel vaak gesolliciteerd heeft. En dan kwam ze voor een commissie te zitten. En er zat dan meestal ook een oudere dame, schreef ze met enig venijn, die het allemaal weer beter wist dan zij. En oudere heren die hooghartig deden tegen haar... en dan kreeg ze zo'n briefje... helaas zullen we van uw sollicitatie geen gebruik maken. Ja, ik denk in het persoonlijke vlak en in het... op haar vakgebied. Dat heeft ze ook met nadruk geschreven. Ze werd hooghartig, hautain en onaangenaam bejegend... door zowel door Joden als niet-Joden. Mis je haar? Ja.
Want ik ben natuurlijk een van diegenen die in die kranten denkt, verdomme, ze staat er niet meer in. En het was altijd scherp. Ik vind het jammer dat ze er niet meer is. Laat ik dat voorop stellen. Want dit soort mensen geeft in ieder geval kleur aan de samenleving en zeker kleur aan de journalistiek. Journalisten moeten ook luizen in de pels hebben. Ze moeten luizen in de pels zijn, daar waar het het establishment betreft. Maar er is ook niets op tegen als lezers journalisten hinderlijk volgen. En zeker als die over een grote kennis van zaken beschikken. En dat deed Henriette. Daarover bestaat geen twijfel. Nou, en bedankt voor uw geduld. Tegelijkertijd is het iemand die nooit nadrukkelijk aanwezig geweest is, maar altijd wel aanwezig. En dat merk je eigenlijk pas als er nooit meer brieven in de krant verschijnen met Henriette Boas, Battenverdorp. Waar zij voor staat is iets wat ik nogmaals, is wel belangrijk geweest en nog steeds. Alleen het zal niet meer in deze vorm zich voordoen. Dat denk ik niet. Ik denk dat er was er maar één van. Iedere zondagavond kunt u ook luisteren naar de Joodse Omroep. Op Radio 5. Met vanavond Daar ga je. Het cultureel magazine gepresenteerd door Pamela Steurhoff.